Dus het Kyoto-protocol bevat bindende doelstellingen voor de zogenaamde Annex 1-landen. Dat zijn 32 industrielanden die dat Kyoto-protocol ondertekend hebben. Dus de Verenigde Staten hebben dat Kyoto-protocol niet ondertekend. Dus die hebben ook geen bindende doelstellingen aangegaan om te reduceren. Dus voor de landen die wel in dat Kyoto-protocol zitten, die hebben zich ertoe geëngageerd om tegen 2012... 5,2% van de broeikasgassen in te krimpen. Dat wordt dan verrekend voor Europa bijvoorbeeld. Voor Europa van de 15 betekende dat of betekent dat een reductie van 8%. Voor België concreet betekent dat een reductie van 7,5%. En dus vandaag zien we dat, dat men goed op sporen is. Dus die Kyoto-doelstellingen die zullen gehaald worden. En zelfs meer dan dat. Hè. Voor België is er onlangs bekend geraakt dat we in plaats van 7,5 zullen we een reductie bereiken van 10%. Maar dat heeft onder andere te maken met de economische crisis die gezorgd heeft voor een lagere uitstoot. Nu, het is wel heel belangrijk om die doelstellingen, dat wordt gerelativeerd door het feit dat die cijfers eigenlijk heel laag zijn. Dus men heeft de lat voor dat Kyoto-protocol heel laag gelegd. Eigenlijk kan je zeggen dat het Kyoto-protocol gewoon een eerste oefening is om het spel te leren spelen of te leren beheersen. Maar dus in verhouding tot het probleem van de opwarming is die 5,2% reductie echt heel weinig. En een ander punt in dat Kyoto-protocol is dat een deel van die reducties kan behaald worden, niet door die in de eigen economie te gaan realiseren, maar door die, wat dat men noemt, te gaan offsetten, door dat te gaan halen, door te investeren in projecten voor schone ontwikkeling in het zuiden bijvoorbeeld. Dus terwijl dat die reducties niet in de eigen regio worden gerealiseerd. En dan een andere belangrijke beperking van dat Kyoto-protocol is toch wel dat de twee grootste vervuilers, en toen het getekend werd de grootste vervuiler, de Verenigde Staten, daar niet bij inzit. De dag van vandaag is China de grootste vervuiler, is de Verenigde Staten voorbijgestoken, dus die zit ook niet bij in dat Kyoto-protocol. En daardoor kunnen wij echt wel zeggen dat dat Kyoto-protocol niet meer is dan een kleine opstap en achterhaald is in verhouding tot het probleem van de opwarming.